Ik heb een nieuw boek voor je klaarstaan en hij staat hier naast mij. Als het goed is, zie je al dat het een heel klein boekje is. De kunst van Kaizen. En daar ga ik het vandaag met je over hebben. Ik ben heel enthousiast over dit boek, omdat het heel erg past bij de 1 minuut acties die ik uitvoer. Je ziet heel veel dingen overeenkomen. Toevallig was er afgelopen week iemand die een reactie ook plaatste of mij een berichtje stuurde met: goh, ik was de kunst van Kaizen ook daadwerkelijk aan het lezen. En toen moest ik meteen aan jou denken. Dus blijkbaar is er veel overlap in en dat klopt ook wel. Toen ik dit boek las, toen dacht ik: wow, hier staan veel principes in die ook volgens de 1 minuut actie worden uitgevoerd. Dus De Kunst van Kaizen, een boek van Robert Maurer. En hij bespreekt daarin hoe je dus in kleine stapjes grote doelen kunt bereiken. En ik ga mijn drie inzichten, of de drie grootste punten vanuit dit boek, met je delen. En ten allereerste, en dat is het mooiste van het boek misschien ook wel meteen, is: stel simpele vragen. Oké, dus dat is stap 1, om daadwerkelijk die kleine stapjes voor jezelf te gaan uitvoeren. En dit kun je op verschillende manieren doen. Een hele simpele vraag is bijvoorbeeld, die stel ik zelf ook heel vaak: maar wat is je belangrijkste doel? En alleen al die vraag kan je heel erg helpen om meer in die actiemodus te komen, maar ook veel meer keuzes te maken. En als je keuzes moet maken of beslissingen moet maken, is ook maar één vraag belangrijk, en dat is: wat is belangrijker? Maar door zo'n simpele vraag te stellen en daar echt even bij stil te staan, geeft dat meteen al veel meer overzicht en helderheid, waardoor je veel makkelijker tot antwoorden gaat komen. Dus dat is een mooie vraag. Een andere hele mooie vraag is: welke eerste kleine stap kan ik vandaag zetten in de richting van mijn belangrijkste doel? En daarmee deel je je vraag dus op in iets, een heel klein padje. Dus je gaat niet meteen zeggen van: oh, ik moet dit allemaal bereiken of ik moet al die taken bereiken. Nee, maar welk klein stapje wil ik vandaag minimaal gaan zetten? En wat zou er gebeuren als dat het enige stapje zou zijn wat je maar hoeft te zetten? Dat zou veel meer rust geven natuurlijk, om ook daadwerkelijk in actie te komen. En daardoor ga je uiteindelijk ervaren dat hoe kleiner je het maakt, hoe meer actie je onderneemt. En hoe groter je doelen, en hoe meer angst erbij komt kijken en hoe moeilijker het ook is om die toe te passen. Een andere hele goede vraag is: wat kan ik doen om de situatie te veranderen? En ik benadruk, zoals je al hoort, het woordje ik daar heel erg in. Op het moment dat dat woordje erin zit, dan ga je al vooral de verantwoordelijkheid bij jezelf leggen. En dus loopt er bijvoorbeeld een relatie van je niet zo heel erg goed, ga dan niet zeggen: nou, die persoon die doet dit allemaal niet goed en jij doet dit niet goed. Nee, maar ga bij jezelf te raden en zeg dus bij jezelf van: wat kan ik beter doen? En dat verandert het complete plaatje ervan. Hele simpele vraag die ook weer, waardoor je in een klein stapje, dus in dit geval een kleine vraag, tot een heel breed antwoord kunt komen. Stap 2 die Maurer bespreekt in zijn boek gaat heel erg over het denken. En hij noemt dat wel: denk in simpele gedachten. En dus maak het niet moeilijker dan het is. En hier bespreekt hij de kracht van visualiseren in. Dus op het moment dat jij elke dag even een momentje pakt om bijvoorbeeld jouw acties te visualiseren, jouw doel te visualiseren, wat wil ik vandaag realiseren, waar wil ik naartoe, dat het steeds echter voor je gaat worden, waardoor het ook makkelijker wordt om continu die stapjes te gaan zetten. Hier zijn natuurlijk talloze voorbeelden van in het leven in het algemeen. Dus succesvolle voorbeelden van mensen, mooie voorbeelden. Laatst had ik de documentaire Armin van Buuren, is een heel mooi voorbeeld. Hè, die al wist van: oké, hier wil ik naartoe. Ik zie het helemaal voor me dat ik voor een heel groot publiek continu aan het spreken ben. Het is trouwens aan het spelen ben. Hele mooie, ook aanrader, de documentaire van Armin van Buuren. Maar weet je, er zijn talloze voorbeelden van. Oprah Winfrey is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Cristiano Ronaldo is een mooi voorbeeld. En Tony Robbins zelf natuurlijk. En zo zijn er talloze voorbeelden. Die gaan over die kleine stapjes blijven visualiseren, waardoor je uiteindelijk je resultaten kunt bereiken. Nou, in het boek wordt daar wat meer over uitgelegd hoe je dat precies in de praktijk kunt brengen. Ik heb er zelf ook al meerdere video's over gemaakt, dus dat kan ook interessant zijn om daar eens naar te gaan kijken. En de laatste stap, die belangrijk is, dus dat is stap 3, is: voer simpele acties uit. En Maurer beschrijft in zijn boek dat het heel makkelijk is om heel groot te denken en dan maar niet in actie te komen, waardoor we onszelf tegenhouden. Maar juist door die hele simpele stapjes te zetten, simpele acties voor onszelf, wordt het veel makkelijker. En dus hij zegt ook van: weet je, als jij het moeilijk vindt om bijvoorbeeld gezonder te eten. Gezonder eten noemt hij als een van zijn voorbeelden. En hij zegt dan ook van: weet je, als jij het moeilijk vindt om gezonder te eten, dan weet je, maak het heel klein voor jezelf. Dus op het moment dat jij een snack in je hand hebt, dus ik noem wat
een patatje. Oké, heel simpel voorbeeld. Je wilt een patatje eten, maar je weet eigenlijk, ja, ik wil gezonder eten. Nou, zeg dan tegen jezelf, iedere keer dat je een snackje pakt. Nou, patat zou je niet heel vaak eten, misschien is chips bijvoorbeeld een beter voorbeeld. Dan pak je een stukje van die chips af, in dit geval. En dan gooi je het gewoon weg. Je gooit het gewoon weg. En dat is stap 1. Oké, voor de rest hoef je niks te veranderen. Je eet voor de rest gewoon het chipje op. Je hoeft niks te veranderen. Er gebeurt op dat moment al iets in jouw brein, waardoor je de volgende keer er eerder over nadenkt. Dat is stap 1. En ten tweede, weer dat stukje eraf gaat halen. En op een gegeven moment ga je merken dat je misschien die hele chip gaat weggooien. En op een gegeven moment, en zo dus steeds stapjes maakt. Nou, je begrijpt waarschijnlijk wel waar ik naartoe wil. Dit klinkt misschien heel erg kinderachtig. En ja, je kunt het kinderachtig vinden, ja of nee. Het werkt in ieder geval wel om het op deze manier te doen. En dit is maar één voorbeeld. En je kunt talloze voorbeelden bedenken. Als je vindt het lastig om te studeren, dan zeg dan eens tegen jezelf, nou weet je, ik hoef alleen maar te zitten. Alleen maar te zitten op de plek waar ik wil gaan studeren. Mijn boek moet voor mij liggen. En voor de rest hoef ik nog niks te doen. Je gaat daar gewoon zitten. En alleen dat al levert misschien nog niet direct resultaat op, directe actie. Maar je doet iets. En je traint je brein om in actie te komen. Want je gaat daar al wel daadwerkelijk zitten. Met chips is dat net zo. Het voorbeeld dat je net een stukje eraf haalt en het weglegt. Dat is al een kleine actie. Nou, en die kunnen dan vervolgens steeds groter gaan worden. En ik heb met die kleine acties ook al hele mooie resultaten. Ja, zelf al geboekt, maar ook andere mensen. En ja, het werkt toch continu op deze manier. Dus sommige dingen, en hij schrijft het zelf ook al in zijn boek. Ja, het klinkt misschien kinderachtig. Maar ga het maar eens uitvoeren. Ga het maar eens doen. En ga eens ervaren wat de kracht ervan is. Dus dit zijn de drie stappen. De drie stappen van de kunst van Kaizen die ik met je wilde doornemen. Het boek bevat natuurlijk nog veel meer stappen en inzichten, maar dit waren de belangrijkste. Dus als allereerste, stel dus hele simpele vragen aan jezelf. Ten tweede, denk simpele gedachten. En ten derde, voer simpele acties uit voor jezelf. Nou, vond je dit nou een interessante video? Wil je op de hoogte blijven? Vergeet je dan ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor meer video's. Laat mij ook eventjes weten. Heb jij dit boek al eens een keer gelezen? Of staat het op je bucketlist? Of staat het op je verlanglijstje? Wat spreekt jou daarin aan? Laat mij dat ook eventjes weten in een reactie. En dan hoor ik dat graag van je. En dan zie ik jou natuurlijk de volgende keer graag terug. Denk groot. Start klein.